Wij moeten zelf continu voor onze eigen rust en veiligheid zorgen. En dat kunnen wij gewoon niet meer. Een van de basisbehoeften van de mens is veiligheid. Maar wat nou als die veiligheid bedreigd wordt? Sinds de komst van een AZC in Ter Apel hebben de inwoners jarenlang iedere dag te maken met onveilige situaties. Zij voelen zich niet gesteund door de overheid en nemen het heft in eigen handen met een burgerwacht. Willeke, wij staan hier voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel. En jij bent een van de oprichters van de burgerwacht. Ja. Je bent met z'n vieren. Kun je even kort uitleggen wat die burgerwacht nou precies doet? Nou, de burgerwacht is eigenlijk opgericht om onze burgers te beschermen tegen de overlast van de criminele asielzoekers in Ter Apel. Eigenlijk sinds 2013, 14, 15 begon de grote instroom. Maar kun je wat voorbeelden van die overlast noemen? Intimidatie. Diefstallen, inbraken, nachtelijke bezoeken. Je kunt het eigenlijk niet bedenken. Kinderen die 's avonds niet meer op straat kunnen omdat er gewoon te veel overlast is. En dus jij bent ook een van de oprichters van de burgerwacht. Hoe lang woon jij zelf al in Ter Apel? Ik ben in 1994 naar Nederland toegevlucht uit Bosnië. En sinds 1995 woon ik hier op Ter Apel. Oké, dus je hebt die procedure helemaal zelf meegemaakt? Klopt, dezelfde procedure dat deze mensen ook ondergaan, heb ik ook gehad. En probeer je om geen last te zijn, om je te gedragen, om te zorgen dat je de kans zo groot mogelijk vergroot om te mogen blijven. En helaas is dat een redelijk percentage van deze mensen die dat niet doet, die ellende veroorzaakt. Niet lang geleden, ook in Ter Apel, is er een driejarig meisje, die is uit de handen van de moeder gerukt. En om dan dat kind helemaal te kussen. En, maar goed, op dat moment was er ook niemand in Ter Apel aanwezig. Politie niet, koninklijk marechaussee niet, beveiliging niet, straatcoaches niet. Ik vind het eigenlijk nogal wat dat jullie dus moeten optreden om die inwoners hier te beschermen. Hoe kijk je naar de rol van de politie dan? Nou, de politie op zich, moet ik heel eerlijk zeggen, daar hebben wij ook best goede contacten mee. En die willen wel, maar die mogen niet. Die staan zelf ook, geven ze ook heel vaak aan ons. Die staan met hun rug tegen de muur. Komt echt bij de overheid vandaan. En hoe wordt er vanuit de overheid, denk je, naar die burgerwacht zoals jullie gekeken? Een crimineel asielzoeker doet iets, daar wordt niet over gepraat. Sterker nog wordt van je gevraagd van niet op social media plaatsen. Gebeurt er iets wat een beetje gebogen kan worden naar de burger of naar een burgerwacht dat die iets doet of gedaan heeft, dan wordt het met hele grote koeienletters in social media geplaatst, maar ook op de media. Nou, wat voor impact heeft dit nou op jullie leven? Een enorme impact. Wij willen gewoon rust, we willen veiligheid. En dat bieden ze ons gewoon niet. Wij moeten zelf continu voor onze eigen rust en veiligheid zorgen. En dat kunnen wij gewoon niet meer. Geestelijk ga je daar echt aan kapot. Dat hou je gewoon niet vol. Vond je deze video interessant? Like dan de video en volg ons. En abonneer je ook zeker even op ons YouTube-kanaal.